Tegenwoordig, ja, we mogen geen reclame maken, maar we mogen wel zeggen, vroeger was het de SRV-man, hè? Dat was het absoluut. Ja. Dat was het absoluut. Ja. Ja. Klopt, en ik heb mij laatst aan, heb ik mij geloten, nee, ik heb het bij ons eigen omroep in het Nees gezien, ja, dat de SRV-man, dat hij op dit moment goede zaken doen. We hebben niet klagen, nee. Inderdaad, nee. Nee, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar, ja. Dus ja, die service die is wat dat betreft hard nodig nu. En vooral bij de senioren wordt daar goed gebruik van gemaakt. Dus, nou, sterker nog, ik zie jou gewoon naar binnen gaan. Ja. En, want het is natuurlijk wel lastig om in een SRV-wagen op 1,5 meter te blijven. Ja, ja, in de breedte lukt het niet, maar in de lengte lukt het heel goed, zullen we zeggen. Dus dan mogen de max 2 kunnen mogen maar naar kunnen binnen. Ze elkaar passeren dan op 1,5 meter? Een beetje rug tegen rug, zullen we zeggen. Oké. Okay. Ja, op die manier zal het dan moeten. Dus, je hebt zelfs oliebollen. We zitten aan de oliebollen. En de appelbillets. Ja, zeker, zeker. Maar als jullie binnen even willen kijken. Nou, is er nu even niemand naar binnen? Nee, er is nu niemand binnen. Dan kan Meentje bijvoorbeeld even naar binnen ik met zeg, de camera. Gooi een blik naar binnen. Jij bent er dus, ben jij fulltime SRV-man? Ja. Ja. Je bent nog een jonge kerel. 42 dus. Wie begint er op de leeftijd van 42 nog aan het bestaan als... Nou, ik ben eigenlijk vanaf zo... Nee. Ja, de navelstreng is eigenlijk in die wagen af doorgeknipt, zullen we zeggen. Dus ja. Jouw vader was... Nee, mijn overgrootvader. Ik ben de vierde generatie. Nee. Ja. Dus wij bestaan 114 jaar. Vier generaties? Ja. 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 En hoe lang gaat dit beestje al mee? Deze gaat er heel lang mee. Deze gaat in september gaat hij onder het mes, dus dan wordt hij helemaal vernieuwd. We hebben nog een wagen, die is afgelopen september helemaal opgeknapt. Dus dan gaan we weer 10 jaar vooruit. Wat leuk, man. Ja. Een echt familiebedrijf, ja. Een echte... Ja. Jeetje, wat enig, die kassala. Ja, maar dat is wel gewoon de normale, met alle tasken alles erop. Hè? Ja, okay. Nee, we maar moeten daarentegen, daar moeten we wel met de tijd mee natuurlijk. Nou ja, hoe doe je dat, met de tijd meegaan? Wat is er veranderd? Ja, met de tijd mee en met de tijd juist weer niet mee. Want anders kun je je niet onderscheiden in deze tijd. Want anders kom je in hetzelfde segment als de grote jongens en dan ben je weg. Nou, hoe kun jij je onderscheiden? Service. Ja? Dat is de enige manier. Dat is de enige manier. Ja, en op een al, ja. Service, gewoon dat extra stukje aandacht. En in dit geval ga je dus ook bij de mensen naar binnen. Maar ja. dat blijft natuurlijk wel oppassen. Ja. Ja, die afstand moet je gewoon bewaren. Dat, ja, daar ontkomen we allemaal niet aan natuurlijk. Hoe vaak was jij je handen per dag? Ik heb hele goede handen gedaan, waardoor ik er nog iets op heb zetten, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, anders is het. Nee, anders was er weinig van overgebleven, zou ik het zo zeggen. Dus vierde generatie, wanneer ging jij voor het eerst met jouw vader mee in de SRV-wagen? 34 jaar terug, denk ik, zoiets. En toen was je 8? 8, zoiets. Toen werden we een beetje aangeleerd allemaal. Hoe leuk was dat? Of was het misschien helemaal niet leuk? Wel, dat was super. Want jij mocht dan natuurlijk mee in de... Ja, in de... er stond hier een mooi kratje ernaast en dan kon ik mooi meekijken. En dan was het leren afrekenen en dergelijke. En ja, zodoende. En boodschappen mee naar binnen brengen en dan kreeg je weer een gulden. Ja, zo ging dat. Voor de fooi ging je mee natuurlijk ook. Oh, jij mocht de fooi houden? Ja, tuurlijk. Dat sowieso. Maar dus jij had al een leuk spaarpotje meteen vanaf het begin. Ik wist wel vanaf jongens af aan wel hoe ik de centjes dan moest verdienen. Oh ja? Wel. Ja, dus dat keek was je, keek je de kunst af van pap? Ja, absoluut. Ja, ja. Wat zijn de... Ik wil ze niet allemaal horen, de trucjes. Nee, dat blijft de geheim van de meester altijd. Geheim van de smid. In dit geval de SRV. Nee, maar kun je bijvoorbeeld één trucje... Wat is een goed trucje? Wat is een goed trucje? Is dat bijvoorbeeld... Is het bijvoorbeeld een vrouw een compliment geven voor wat ze aan heeft of zo? Of is dat too much? Het kan allemaal. Het is een beetje een vingerspitsgevoel, hè, zullen we zeggen. Ja. Ja. Maar dat moet wel bijna in jouw DNA zitten, of niet? Ja, dat kan niet anders met dit werk. Klantvriendelijk. Ja. Service. Ja. Ja. Heeft jouw vader jou ook echt bepaalde lessen
meegegeven of geleerd dat hij jou dan even apart nam en dat hij zei van... Let op. Nee, niet echt. Tenminste, voor zover ik me kan herinneren niet. Maar volgens mij is het wel, je groeit daar gewoon in en je ziet hoe het gaat en of je kopieert het of je maakt het eigen. Ja. Dus, je moet natuurlijk wel jezelf blijven. Ja, dat absoluut. Dus je moet er je eigen draai aan geven. Ja. Je hebt nu de oliebollen. Wat zijn nu de... Pas jij je aanbod ook een beetje aan op het seizoen, de tijd van het jaar? Ja. In de aspergeperiode heb je asperges. Precies. Ja. Zijn het asperges, nu zijn het de oliebollen. Straks zijn het weer, komen de paaseitjes en dergelijke weer natuurlijk. Dus met al die golfbewegingen ga je gewoon mee natuurlijk. Ja. En nu hoor ik overal... koop bewust, koop lokaal, geloof ik, zoiets. Ja, heb jij ook je vaste leveranciers? Haal jij bijvoorbeeld groenten bij de boer? Nee, daar heb ik wel, gewoon een normale groenteleverancier voor. Maar we hebben yoghurt, karnemelk, bewijs van wel echt direct van de boer. En, dus dat wel, maar echt dat lokaal inkopen, dat niet. Want jij moet natuurlijk wel zorgen dat je... concurreren met de grootgrutters kun je niet. Gaat niet. Nee. Jij moet je onderscheiden. Ja. Hè? In dit geval door. Denk jij ook wel eens van als je die prijzen ziet bij die supermarkten, dat je denkt van dat gaat helemaal nergens bro. Ik kan het af en toe beter zelf daarin kopen. Die artikelen komen ook wel eens bij. Ik denk van serieus? Maar ja, dat is niet anders. Daar hebben we mee moeten leren leven, dat niet meer is net zoals vroeger. Had jouw vader daar meer last van dan jij? Nee, in die tijd was het toch wel heel anders. En wij komen ook wel van een heel andere tijd af. Dus we hebben ook vroeger, in de jaren 90, hebben we 17 wagens gehad. Dus ja, dan praat je natuurlijk over een heel ander... En nu nog twee? Ja, nu nog twee. Maar dat in de loop van de jaren is dat allemaal... personeel komt, personeel gaat en het brengt wel wat uurtjes met zich mee natuurlijk. Wie doet die andere wagen? Ja, een andere compagnon van. We zijn met z'n drieën. Oké, is dat allemaal familie dan? Nee, niet meer. Nee, niet meer. Mijn vader en mijn oom, mijn oom was de laatste, die is afgelopen januari met pensioen gegaan. En mijn vader 3 jaar terug. Dus nu doe ik het nog met 2 anderen. Ja. Ja. Maar is het in principe jouw bedrijf? Nee, met z'n drietjes doen we. Met z'n drietjes? Nee. Gelijkwaardig verdeeld? Gelijkwaardig verdeeld, ja. Oké. Okay. Ja. Jouw vader en je oom leven dus nog? Ja, zeker. Gaan ze nog wel eens mee? Nee. Die hebben een stokje overgedragen. Okay. Dus dat, en dat konden ze ook goed? Konden ze er afstand van nemen? Ik zeg heel wijselijk ja. Ja. Nee, dat is ook een levenswerk. Dat is vaak lastig in een familiebedrijf. Ja, ook dat. En het is natuurlijk ook een levenswerk voor hun natuurlijk geworden. Dus ja, dan is het loslaten natuurlijk niet heel makkelijk. Maar dat is natuurlijk volkomen logisch. Heb je zelf kinderen? Ja, 2 dochters. Zit er materiaal tussen of is dat nog te vroeg om te zeggen van... Nou, de oudste heeft wel hele goede verkooptechnieken, maar dat is pas 11. Maar dat ik nou zeg van kom maar lekker mee die wagen op. Je is wel een keertje mee geweest en vond ze fantastisch. Maar het is niet om oneerbiedig daarin te zijn, maar voor een vrouw is wel lichamelijk wel heel zwaar werk. Dus dat, Wat maakt het zwaar? Ja, het totaalplaatje, het rijden op zich. Dus het is niet maar. We moeten het makkelijk over laten komen, laat ik het zo zeggen. Het is, maar lichamelijk vergt het wel, het vergt wel wat. Dus, Wat is nou het allerleukste aan dit werk? Ja, gewoon met klanten zo. Met de mensen, hè? Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, echt. Dat is echt genieten vaak. Ja. Ja, dat is echt heel leuk. Je komt echt bij de mensen thuis, ook met dat mondkapje. Mensen denken helemaal niet dat ze een mondkapje bij van op hoeven mij. Ze denken, ik stap van de woonkamer, eigenlijk toch. Gewoon in het verlengstuk naar binnen. Ja. En dat merk je heel erg. Nou, merk je ook dat met name oudere mensen, dat het voor hen wat lastiger is om dat allemaal nog te handelen met anderhalve meter. En... Ja, dat kun je zeker merken. En dan moet je dan een beetje spillende wijze een beetje
van, ach Marietje, hey, je weet je toch. En dan, ach ja, ah, maar niet uit. En dan, ja. Dus daar coach je je ja, dan een beetje tuurlijk, in. Ja, tuurlijk. Hey, wat is jouw gebied? Ik kom van Welland tot Nijmegen. Maar niet op één dag, denk ik. Nee, niet op één dag. Nee, op maandag zit ik meer in deze regio dan in Wel. Maar de andere dagen zit ik meer in de buurt van Nijmegen. Oké, okay, en waar is jouw hoofdkantoor? In Heumen. In magazijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dus een groot gedeelte, of althans, voornamelijk Limburg waar jij komt. Nee, meer Gelderland hoor. Oh, daar wel. Die andere wagen van ons hier zit ook veel in Brabant. En een klein gedeelte Limburg. Dus ja. Nou kan ik me voorstellen dat jij, met, zeker in deze periode, dat je echt, je moet oppassen dat ze je niet doodknuffelen. Want voor veel van die oudjes ben jij echt een hoogtepuntje van de week. Even contact, ja. Even een ander gezicht, een bekend gezicht. Ik zal het niet gelijk zien, maar ja, het is wel, je bent vaak voor sommigen wel echt op die dag het enige aanspreekpunt. Maar dat is altijd wel een beetje geweest hoor. Dat je weet dat er heel veel mensen in die situatie zitten. Denk jij dat je als. Want hoe noem je het zelf dan eigenlijk, jouw vak? Gewoon melkboer, dat vind ik nog het mooiste. Oh ja? Echte oldschool benamen, ja, vind ik heerlijk. Ja. Melkboer? Ja, echt okay. Ouderwetse melkboer. En je weet zeker dat je maar twee kinderen hebt? Ja. Ja, volgens mij wel. Oké, okay. Je hebt ook nog een vrouw? Een vriendin. Een vriendin? Ja. En die weet dat ook? Die weet dat. Okay. Die weet dat. Ja, ja. Nou, wij vinden, althans, ik vind jou een hele leuke melkboer. Dank je wel. Van 42. Ja. Ik kan me voorstellen dat het A, hard werken is. En dat het B, toch ook best onzeker is. En toch ga je die hele wagen nog helemaal op de schop nemen. Ja. Ja. Hoe ziet hij er straks uit dan? Ja, mooi. Ja? Gewoon heel mooi. Ja. Met roltrap? Nee, lopertje is prima toch? Oké. Okay.